Kijkers van Loek TV, goedemiddag en welkom bij deze uitzending. We staan in de Grote Kerk en daar gebeurt vanmiddag iets heel speciaals. Want vanmiddag wordt het hele gebeuren rond verborgen schatten geopend. En we gaan erover praten met Diana Wint. Zij is de directeur van het Stedelijk Museum op de Hoogstad, dat weet u natuurlijk. Mevrouw Wint, goedemiddag. Verborgen schatten. Vertelt u eens wat over. Wat is dat nou eigenlijk precies? Verborgen schatten is het thema van de gemeente Schiedam. Gekoppeld aan de viering 400 jaar verbindingen tussen Nederland en Turkije. En Schiedam heeft daar een eigen thema aan gekoppeld. En dat hebben ze verborgen schatten genoemd. Ja. Nou, u bent daarbij betrokken met het museum. Normaal moeten de mensen naar het museum toe. Maar er is een expositie en die is in de kerk door jullie verzorgd. Wat is dat voor expositie? Expositie is Marius Bauer in Turkije. En dat is een van de manieren waarop wij die viering eigenlijk ondersteunen. De viering tussen Nederland en Turkije. En het is een tentoonstelling, een solo van Marius Bauer, die als Nederlands kunstenaar in het einde van de 19e eeuw naar Turkije is geweest, daar vrij lang is verbleven, eigenlijk verliefd werd op het land en daar heel veel werk heeft gemaakt. Maar waarom deze expositie dan in de kerk en niet bij u in het museum? Nou, in deze kerk ligt Cornelis Haga begraven. Dat is de eerste ambassadeur van Nederland in Turkije. En met deze tentoonstelling eren we eigenlijk die eerste ambassadeur. En bovendien gaat met deze tentoonstelling ook de Grote Kerk voor het eerst open voor het publiek. Dus we maken eigenlijk iets extra's om de kerk nog aantrekkelijker te maken dan het als monument al is. Al die werk, hè, van die Marius Bauer. Hoe komen jullie nou aan die werken als museum? Bel je dan iemand op en zeg je van joh, laat ze even overvliegen naar Schiedam. Hoe gaat dat? Er is een documentatiestichting Marius Bauer. Dat is een groep mensen dat heel fanatiek Marius Bauer verzamelt. En zij hebben contact opgenomen met Hans van der Sloot en Henk Slechte. En Hans van der Sloot heeft toen aan mij gevraagd, zou jij er iets voor voelen om een tentoonstelling te maken in het kader van de viering? En daar was ik heel enthousiast over. Als museum hebben wij ook drie werken van Marius Bauer in de collectie. Eén daarvan hangt hier. Wij zijn gaan praten met de Marius Bauer Stichting en al heel snel bleek dat die groep mensen, ik geloof dat er 42 of 47 zijn, die hebben zoveel werk. Ja. Nou, zeg maar dat voor 95% van die vrienden dat het werk hier hangt. Ja. En dan hebben we nog werk uit het Singermuseum Laren en ook uit de Caldic collectie. En zo breng je dat eigenlijk samen. Dus je benadert de mensen die in het bezit zijn van de Marius Bauer werken. En dan vraag je of ze dat ter beschikking willen stellen voor de tentoonstelling. Komt een officieel bruikleenformulier. En dan gaan we het ophalen met een kunsttransporteur. Ja. Nou, weet u, ik ben weinig kunstgeschoold. Maar wat is nou het kenmerk van zijn werk? Het kenmerk van zijn werk is dat hij een van de belangrijkste orientalisten van de Nederlandse kunst is geweest. Orientalisten? Ja, de Oriënt, dat is het Oosten. Aan het einde van de 19e eeuw had je eigenlijk twee stromingen waar westerse kunstenaars zich door lieten inspireren. Dat was de Oriënt en dat was Japan. Van Gogh hield zich heel erg bezig met het Japonisme. En de kunstenaars die lid waren van Pulgri in Den Haag en een beetje behoorden tot de Haagse school en omgeving, waar Marius Bauer ook aan gekoppeld was, die lieten zich inspireren door de sprookjes van 1001 Nacht en dat prachtige sprookjesachtige Oriënt. Is dat nou werk waarvan u zegt van dat spreekt jonge mensen ook aan? Ik denk dat de dromerigheid die in dit werk zit en heel veel jonge mensen vinden het ook fantastisch om op reis te gaan. En dat heel duidelijk uit het werk spreekt. Dat de manier waarop we de tentoonstelling hebben opgezet is ook een wandeling door Istanbul. Dus het is eigenlijk de tocht die zowel Marius Bauer heeft gemaakt als Cornelis Haga. Ja, en als je nu even een retourtje Istanbul koopt, wat elke jongere graag doet en daar een lang weekend verblijft. Nou, dan hebben ze hier al eigenlijk een voorproefje voor de reis die ze zelf gaan maken. Ja. Nou, sta ik met u te praten, dan denk ik van hoe zouden Turkse mensen naar die schilderijen kijken? Ik denk misschien wel op dezelfde manier als de Nederlanders in
Amerika en Canada kijken naar de Nederlandse kunst uit de 19e eeuw. Want vergis je niet, in die tijd, in het einde van de 19e eeuw, werd de meeste toen hedendaagse kunst verkocht aan de Nederlanders over zee. En ik denk dat dit voor een deel natuurlijk heel sentiment gevoel oproept bij de Turken. Van, oh ja, dit is van ons. Ja, hier kom ik vandaan. Hier kom ik vandaan. En ik denk dat ze het ook spannend vinden dat ze zien dat een Nederlander naar hun cultuur heeft gekeken. En ook de liefde van hun cultuur heeft weer willen geven. En ik denk dat ze dat heel interessant zullen vinden. Hoe lang kunnen mensen hier komen kijken naar die schilderijen? Tot 6 juli. En dat is de dag waarop Cornelis Haga eigenlijk de betrekkingen met Turkije kon sluiten met de sultan. Lieve mensen, het wordt natuurlijk dadelijk allemaal officieel geopend. De wethouder van cultuur is er ook, wethouder Grijzen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hier gaat uw hart sneller van kloppen. Een volle kerk, kunst, cultuur, belangrijke toespraken. Dit is toch uw wereld? Nou, weet je wel toch? Ja? Wat gaat er vanmiddag allemaal gebeuren? Nou, kijk, het mooie van zo'n dag als vandaag, je bent een beetje gekscherend bezig natuurlijk, ik snap het wel. Maar het markeert toch wel wat, denk ik. We starten dit jaar het jaar van de verborgen schatten. Het jaar van Cornelis Haga, de eerste ambassadeur van Nederland naar Turkije, 400 jaar geleden. Een Schiedammer, hij ligt hier begraven. Ja. Of daar, dat weet ik niet helemaal zeker, maar hij ligt in deze kerk begraven. Ja. Kortom, we hebben ook wel iets om trots te zijn. Een verborgen schat, Cornelis Haga. En waar ik bijzonder trots op ben, maar daar mag je best nieuwsgierig naar zijn, is... We hebben in deze stad 8000 Schiedammers wonen van Turks origine. Die zijn helemaal ook getriggerd door dit jaar. Het 400 jaar bilaterale betrekkingen met Turkije. En daar komen heel veel initiatieven uit. Die erop gericht zijn om de banden in de samenleving hier in Schiedam verder te versterken. En dat is waar ik echt trots op ben. Hoe gaat u dadelijk merken en controleren of het inderdaad bij iedereen aanslaat? Zowel bij de Nederlandse Schiedammers als de Turkse Schiedammers. Waarom moet je nou het woord controleren gebruiken? Nou, controleren is misschien maar merken dat het leeft bij de mensen. Zo zeg, ik ga overal naartoe. En dan zie ik wel hoe het leeft bij de mens. En ik verwacht er wel wat van. Ja. Nou, het is in ieder geval een grote opkomst. Wat biedt het programma vanmiddag? Worden er nog officiële woorden gesproken? Ja, dus de burgemeester gaat het jaar van de verborgen schatten gaat ze openen. En daarna mag ik de tentoonstelling openen. En mag iedereen van wat hier tentoongesteld wordt gaan genieten. Ja. Heeft u al gekeken trouwens? Nee, nog niet. Nee, want wij hebben er net al even een blik geworpen. Maar het ziet er wel schitterend uit. Nou, kijk aan. Daar ben ik blij mee. Ja. Even over de festiviteiten. Ja, dus, ook worden we voor betaald. Is het iets eenmaligs of zegt u we smeren het uit over heel 2012? Het wordt uitgesmeerd over heel 2012. Ik denk tot oktober, november, ik weet niet precies. En er zijn ook heel veel kleinere activiteiten tussen. Ook in de wijk. Wennekerpand, in het museum. Het gebeurt van alles. Zo, lieve mensen, we gaan natuurlijk ook even wat aan de ambassadeur vragen. Mr. Ambassador, welcome in Schiedam. Thank you very much. I've listened to your speech. How important is it for you to celebrate a relationship 400 years between Holland and Turkey? Of course, it's a unique opportunity for me as an ambassador. I feel that I'm blessed to be here in the Netherlands at this time while we are celebrating the 400th anniversary of our relations. I'm a firm believer in our relationship, which is based in history and which is continuing strongly today. And in the future, it will be bright and prosperous for both peoples. Because I believe that today
that we have a very strong relationship, and the people of Turkish origin in this country, they constitute a solid bridge between our two countries, because now they have acquired both the best qualities and characteristics of both societies, and they have become excellent examples of the Dutch and the Turkish traditions and qualities, and now they are contributing to the Dutch society here. And also we have a very sizable, strong presence in Turkey. We have about 2,000 Dutch companies already operating in Turkey now. It constitutes a strong presence. And while we celebrate our 400 year anniversary, there will be high level visits back and forth. And many people in this country, they realize the value of our friendship. And through the 400 year celebrations, what we have in mind, both the Dutch side and the Turkish side, to create more awareness among the general public so that they will realize that there is really something valuable between us, a strong bond which connects us together. This is very important for me. I feel that being a part of this whole thing is really a privilege for me. And I'm trying my best to contribute with my Dutch friends. We have so many friends here that they have worked so hard to make this year a special year. And at the end of the year, I feel that this good vibrations and positive vibrations will cover both Turkey and the Netherlands as much as possible. And this kind of environment will bring our peoples together in a stronger way. And this is, of course, very exciting. Very exciting. Thank you very much for your explanation. I wish you a good time in Holland. Short question, what do you like the most in Holland? Well, I think I will give a very different answer, maybe. What I like about most in Holland, there are many things, of course. The quality of life, and especially the approach of the Dutch people to their environment. I always liken this as if, you know, the natural life was here with the beautiful greenery and with all the birds and other living things. And the Dutch came here and embedded themselves. And they have become a natural part of this environment. This really affects me. And the other thing, of course, the importance that the Dutch attaches to culture. Even though the Dutch is a trading society, but that trading society transformed itself in the form of creating and preserving many, many beautiful things, like what we have here in the setting, these beautiful etchings. And of course, this is really a food for the heart and for the spirit of human. So I think these are the best two qualities I like. Mrs. Mayer is waiting for you. I wish you a nice stay here in Schiedam, and thank you very much for this conversation. Thank you so much for giving me the opportunity. I feel that I'm in the company of very beautiful people, including yourself and your friend. And of course, I would like to join Ms. Mayer for some time to enjoy this this setting. Thank you very much. Thank you very much. Zo, lieve mensen, we gaan het afsluiten, maar niet voordat we met mevrouw Leemhuis, de burgemeester, hebben gesproken. Mevrouw Leemhuis, goedemiddag. Wat een fantastische opening. Geweldig. In twee opzichten. En omdat het het themajaar Verborgen Schatten is. En daarbinnen dat hele speciale element van die band met Turkije. Het is echt een feest. En als we de ambassadeur ook zien en de consul-generaal, ja, die zitten echt zo te genieten. U heeft de hele middag met de ambassadeur rondgelopen. Wat vertelt hij nou tussendoor?
Nou, hoe trots die is op het feit dat deze tentoonstelling hier is. Ook hoe trots die is op het feit dat wij toch 8000 van origine Turkse mensen hebben die hier eigenlijk allemaal hun weg gevonden hebben. Ja, en hij maakt ook reclame voor andere elementen van de relatie tussen Turkije en ons in andere steden in Nederland. Dat mag ook, vind ik. Is dit nou voor Schiedam iets waarvan u zegt van nou, dat is voor heel veel mensen toch een soort verrijking van datgene wat we nog niet weten van een andere cultuur? Ja, dat zou ik wel graag beamen. Wij hebben alsmaar nog mensen die de Nederlandse nationaliteit aannemen en van oorsprong uit Turkije komen. Het feit dat ze dat doen, het feit dat ze ook meewerken aan vele evenementen is een vorm van integratie, wat de wethouder ook zei. Maar ik denk dat ook veel Schiedammers zich dat nog niet zo erg gerealiseerd hebben. Het is voor mij ook voor een deel een verrassing. En ik laat mij graag ook door het jaar heen nog verder verrassen. Wat is nou de kunst, hè? Om de gewone Turkse mensen, de gewone Schiedamse mensen, om die naar hier toe te krijgen? Hoe denkt u dat dat moet, in zijn werk moet gaan? Ik denk dat het tweeërlei is. Alle Schiedammers naar hier, ongeacht waar ze geboren zijn. Maar wij ook de wijken in met evenementen. En zeker als het om de relatie met Turkije gaat. Ook naar die wijken waar relatief veel mensen van Turks origine wonen. En hen ook gewoon opzoeken. Ja, ik denk dat het een hele openbaring is voor mensen wanneer ze hier komen kijken. Het kan niet anders. Marius Bauer is een geweldige kunstenaar en ook heel uniek in wat hij gemaakt heeft. Omdat het gewoon een Nederlander is die een fascinatie voor Turkije heeft. Dus ik kan het iedereen aanraden.